Gotti. Ziet er goed uit, hè? Leuk pak, hè? Ja, toen ik hoorde dat Moschino en Versace samen een skilijn hadden ontworpen, nou, toen wist ik het eigenlijk meteen al. Hè. Toen heb ik gelijk tegen mezelf gezegd, meid, nou wordt het tijd dat je gaat skiën. Ja, dus dat is leuk, leuk. Maar toen heb ik wel gezegd, nou, skiën is enig, maar natuurlijk niet in de winter. Nee, dat vind ik zo voor geworden mensen. Hè. Dus skiën, leuk, 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 maar dan lekker in de zomer. Ja, ik zie u denken, dan ligt er helemaal geen sneeuw. Dat wist ik ook wel. Kijk, het is gewoon heel simpel, mensen. Dat soort kleine problemen is heel makkelijk op te lossen met een paar centjes. Hè. Dat laat ik gewoon allemaal persoonlijk invliegen, begrijp je? Ik zeg altijd zo, als je een paar ogenkassen vol kunt spuiten met collageen, kun je ook een paar skipistes vol spuiten met een A-kwaliteitje poedersneeuw. Ja, ik zeg altijd maar zo, het leven is te kort voor slechte sneeuw. Hè. En natuurlijk had ik ook een skileraartje nodig, was ik me ook heel erg van bewust. Ik heb flink rond moeten bellen, kwam uit in leg, ben ver boven de prijs van de ene Bea gaan zitten en hop, ik had hem. Ja, en hij is duur, maar het leven is te kort voor goedkope rommel. Ja. Nou, hij is echt een leuk ding, want echt een atleet. Echt een fijne Zwitser, hij verstaat niets van wat ik zeg, maar dat geeft ook helemaal niks. En hij heet Kergel. Ja, ja, het is echt een ontzettende sportieve, fijne, gezellige, makkelijke, sexy boy eigenlijk. Ja, ja. Oh, oh, daar ben je. Yes. Ach, doe geht's jetzt, omhoog. Ach, natuurlijk, doe geht's rond de roetje. Ach, wees herrlig. Nou, zij voorzichtig, hè? Ja, kijk eens mee naar die lekkere, fijne beeldpartij van die man. Heerlijk, hè? Ja. Er hangt helemaal niks aan die man. En als ik zeg niks, dan bedoel ik ook niks. Ja, ja, dat kan je helaas van mij niet zeggen. Nee, er hangt bij mij nog steeds van alles. Ja. Ja, het is echt bizar wat ik allemaal niet weg heb laten zuigen en weg heb laten snijden om dat een beetje voor elkaar te krijgen. Maar van al dat vlees wat eraf is, kun je een klein dorp een week tevreden geven. Ja, echt waar. Maar ja, het is vlees met heimwee, hè? Ja. Ja, het komt steeds weer terug. Ja. En ik heb er echt van alles aan gedaan, hoor. Ja. Ik heb er zelfs een keer een gelei op laten smeren van een milletje of 10 en dan praat ik euro's, hè. Dat gelei is hoogst persoonlijk door de cel van Perzië uit de reet van een zeldzame vogelsoort geperst. Maar het mocht niet baten. Bizar. Ik heb de week erop laten zitten. Ik kwam er nog hetzelfde donder vandaan als altijd. Bizar, hè? Ik heb er geld genoeg voor over, hoor. Maar ja, ik dus geld genoeg sinds mijn man is overleden, begrijp je? Ja, ja, ja. Mijn man zat in de aandelen. Hè, toen het nog slim was om in de aandelen te zitten. Ja, ik weet niet hoe hij het deed, maar hij had overal voorkennis van. Ja, ja, hij deed dat samen met een vriendje. Die zat bij Philips. Leuk stel. Enig. Ja, ja, ja. Ja, ik heb wel lang na moeten denken. Hè. Wat moet je doen hè, als je man is overleden? Hè? Ik heb zo na moeten denken. Wat moet je doen? Begraven? Cremeren? Ja, ik kwam er niet uit. Ik heb er 3 weken over gedaan. Ik wist het nog niet. En toen zeiden ze, nou moet je toch op gaan schieten, anders loopt hij zelf weg. Ja. En toen opeens dacht ik, ja natuurlijk. Hè. Het is allemaal begonnen met een burn-out. Dus laten we daar nou ook leuk mee eindigen. Ja, het is nog een enige crematie geworden. Ja, ja. Dan, kijk, daar gaat hij weer, die korrel. Ja, ik doe natuurlijk alles om die centjes op te krijgen, maar het lukt gewoon niet. Nee. Ja, het leven is te kort, zeg ik altijd, om dat geld helemaal nog op te krijgen. Kijk, daar gaat hij, zeg. Wat een lekker ding. Ja, nou. Ach, nam hij weer de zwarte piste. Ja. Ja. Ja, hij moet voorzichtig zijn, want ik heb hem nog nodig vannacht. Ja, want ik heb net 5 liter vers bloed in laten spuiten van een 17-jarig meisje. Heerlijk, wat word je daar fris en fruitig van, zeg. Ja, dat kind voelde zich wat zwakjes, maar ik voel me lekker. Oh, ja, ja, bizar. Het lijkt me zo dankbaar voor zo'n kind, hè, om te bedenken dat ik daar dan zo van opknap. Ja, ik zeg altijd, het leven is te kort voor oud bloed, onthoud dat. Ja, en voor de rest, nou, dat soort leuke dingen doen. Ik ben laatst nog geweest zwemmen met dolfijnen. Nou, vond ik dat niks, hoor. Nee, toen ben ik daarna gaan zwemmen met walvissen. Was beter. Ja, ik voelde me ook stukken slanker. Ja. Nou, en verder, nou, dat soort leuke dingetjes. Ik heb nog een aanradertje, als je zin hebt. Denk van, oh, moet ik doen? Siberisch werd tegen verder parachutetrip. Enig. Ging ik te snel? Ja, ik zag jou denken, kind. Een Siberisch met een tegenvallen parachutetrip. Dat is echt een aanrader. Dat je enig, enig, enig. Echt waar. En die beesten, die knuppel je zelf. Ja, dat vlees gaat ineens rekt dus terug in de hondenbrok. Dus er is helemaal niks zieligs aan, begrijp je.
En even denken, van die ogen maken ze een hangertje, zetten ze in het goud, krijg je gelijk mee naar huis. En van die vellen maken ze dan parachutes, hè. En met die parachutes maak je dan een tandemsprong en dan land je op het Rode Plein in Moskou. Enig, dat is echt een aandrijeltje. Ja, ik had zelf een beetje pech, hoor, want ik had een hele grote parachute leraar. Die hing zo onder me, begrijp je, maar die was een beetje groot uitgevallen. Dus die hing vreselijk in het zicht. Dus die heb ik op 1,5 kilometer hoogte boven een landweggetje losgekoppeld. Ja, het leven is te kort voor slecht zicht, hè? Onthoud dat. Nou, en verder, nou ja, die korrel. Het is mijn list in mijn leven, die jongen. Hij leert me leuke dingen, hè? Maar oh, dat is misschien even leuk. Laat ik even zien wat ik kan. Korrel! Kanst u even die leute schauen lassen, was ik kan? Schön. Laat hij even zien wat ik kan. Vind ik zo leuk dat ik dat kan. Ja. Goed, hè, van mij. Leuk. Jawel. Ja, dank je, schön. Ja. Ja, dat kan hij met alle drie zijn benen. Nee, dat verstehst du nicht. Dat is Hollandisch. Ach, du gehst nog eenmaal hoog. Ja, natuurlijk, hübsches jodeles kind. Ja, hoor, doe maar. Ja, 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 dat jodel heb ik ook van hem. Dat doet hij altijd als hij klaarkomt. Enig. Ja, jodelo hoort hij. Ja, gruskot hij. Ja, het is een blijvertje, die korrel. Oh. Ja, ik denk dat hij dat kan meenemen. Hij mag mee in naar Afrika. Afrika, ja. Ja, daar ga ik ook heen, maar niet voor mezelf. Nee, om anderen te helpen, hè, want zo ben ik dus ook, ja. Ja, ik zat namelijk laatst een documentaire op televisie van een klein dorp in Afrika. En die mensen zagen er zo slecht uit, zo zielig. En toen heb ik gelijk tegen mezelf gezegd, meid, daar moet jij wat aan doen. Dus dan heb ik gelijk gebeld met Chanel en voor 1,5 ton een poederdoos en eyeliners besteld. Ik geef dat hele dorp een make-over. Leuke. Ja, ja, ik zeg altijd, dat leven van die mensen is veel te kort om zo slecht op televisie te komen. Hè? En als je dan geld hebt, doe er dan wat smakvols mee. Ja, ja, maar voordat ik dat ga doen, moet ik eerst nog even wat aan... Korrel, kan Stoevelaar de helikopter weer eraan roepen, hè? Ik ben nou wel weer vettig met skiën. Ja, ik moet zelf eerst nog 1 keer onder het mes. Ik ga het toch proberen, mensen. Ja, ik heb een geweldig plastisch chirurg ontdekt. Een voormalig special effects man van Steven Spielberg. Ja, ja, ja. En het was ontzettend leuke kerel. En hij zei toen hij me zag, zei hij gelijk, wel, wie better doet all at once. En toen heb ik gelijk tegen hem gezegd, weet je wat we doen, knul? We doen gewoon alles in 1 keer. Totale verdoving en knutselen maar. Ja, ja, dus nou ja, het was ontzettend spannend. Hè. De tweede ontmoeting had hij gelijk een computerstimulatie gemaakt. Ja, het was wel, ja, het was wonderlijk hoor, toen ik die stimulatie zag. Hè. Toen zei ik gelijk, meid, nou ga je er eindelijk van buiten uitzien hoe je van binnen bent. Zo mooi. Ja, geweldig. Ja, misschien moet ik even laten zien hoe het ongeveer wordt, want ik heb natuurlijk geoefend. Hè. Het wordt ongeveer dit, wacht even. Fijn. Wat? Ja, ik kon er niet zo goed mee. Ja, ik kan er niet mee praten, dat is jammer. Maar onthoud 1 ding, hè. Het leven is te kort om oud te worden. Ja, dus als je ooit iemand ziet die er zo uitziet, dan ben ik het. Leuk, hè? Nou, ik ga nog even lekker jodelen met korrel. Gruus, Gotti! Allemaal.